wie aan het einde des Niederländischen Volkes. 10 mei 1940. Om ongeveer 3 uur in de ochtend vallen Duitse troepen ons land binnen. Natuurlijk, zei ik tegen Gerda, wil ik een film maken over die bankoverval. Ik ken het verhaal ook, omdat het verhaal ook in Katoen en Nu zat. In die voorstelling over de geschiedenis van Almelo. En toen heb ik ook een soort proloog gemaakt voor de voorstelling Almelo Mijn Stad. En daar zat die bankoverval. Hoe komt het dat jullie betrokken zijn bij de grootste bankroof aller tijden? Het Stadsmuseum Almelo is gevraagd om de informatie te verzamelen van alle mensen die enigszins bij die bankroof betrokken waren. Tenminste de familieleden, de nabestaanden, vrienden, bekenden, buren. Wat. Er zijn allerlei berichten geplaatst op social media, er zijn berichten geplaatst in de krant en daarop hebben mensen gereageerd. En zodoende, die berichten kwamen ook via Almelo Promotie, maar ook bij ons terecht, maar ook gewoon via het museum. En die zijn wij dan nagetrokken. En die mensen hebben gevraagd om te interviewen. We hebben dus heel wat mensen gezien, ook die hier vandaag aanwezig waren. Soms was het heel ontroerend. Sommige mensen vonden het duidelijk heel moeilijk. Anderen waren eigenlijk opgelucht dat ze er nogmaals een keer over konden spreken. Maar uiteindelijk kwamen echt de verhalen naar voren. En dat was Gerard Cornelissen en deze hele crew ook naar op zoek. De verhalen van de mensen, niet alleen het pure feit van de bankroof, dat is snel verteld. Maar wat zit daaromheen? Wat dachten die mensen? Hoe ging dat dan? Wat bleef er in die gezinnen over? Wat was de stress, de angst, de paniek? Ja, die dingen die mensen beleefden. De menselijke maat eigenlijk. Hoe was dat voor jullie om te doen? Het was heel leuk. Het was ook heel goed werk. Het was heel dankbaar werk. Maar ik kan niet ontkennen dat ik ook net ook weer bij het zien van die documentaire ongelooflijk ontroerd raak. Ik vond het soms een beetje zwaar, omdat je toch met de diepste gedachten, met het intiemste van mensen, met hun moeite in aanraking komt. Als vreemde, toch betrekkelijk vreemde dan, voor die mensen. Ja. Als je bukt, dan ben je een held. Dat is wat ik nu doe. Dit verhaal dat moet verteld.